We beginnen in het begin met de basis. Als je niveau 2 doet, dan duurt deze basis 2 jaar. Als je niveau 3 doet, dan doen we er een jaartje bij aan en dan is dat een stukje verbreding. En als je niveau 4 doet, dan komt daar nog een stukje verdieping bij op en dan doe je er ongeveer 4 jaar over. Gaandeweg de opleiding, dan komt er een moment, dan kun je keuzes maken voor de aangeboden keuzedelen. Die zijn allemaal vakgerelateerd en daarin heb je zelf dus de keuze wat je interessant vindt. In deze 4-jarige opleiding krijg je veel verschillende vakken. Deze is ingedeeld in theorielessen, praktijklessen en stages. In je theorielessen krijg je zoals vakleer, tekening lezen, je moet zelf tekeningen maken. Maar ook zoals praktijkvakken krijg je zelf projectjes maken, je krijgt opdrachten die je moet maken. En in stages krijg je veel verschillende opdrachten die je op stage moet uitvoeren, maar ook een stageverslag. Binnen onze opleidingen heb je verschillende vakken. Natuurlijk praktijk, daar ga je lekker met hout aan de gang en houtachtige materialen. Machines instellen, met machines werken, handmatig hout bewerken, met handgereedschap werken. Naast dat praktijkgedeelte hebben we ook theorievakken, tekening lezen, tekeningen maken, schetsmatig en digitaal met de computer. Materialenkennis, materialenkunde ook met name en gereedschappenleer. Deze lesstof wordt digitaal aangeboden in een LearnBeat omgeving. Naast die theorievakken vakgerelateerd heb je ook Nederlands, rekenen, LB en Engels als je niveau 4 doet. En de keuzedelen komen er ook bij. Wij krijgen veel klassikale lessen. Ook krijgen we les via een digitale leeromgeving waar je veel lessen en toetsen krijgt. Ook krijgen we instructies in het praktijklokaal waar je instructies krijgt over het instellen van de machine of het maken van de verbinding. Ook krijg je opdrachten mee die je op stage moet maken en uiteindelijk het afsluiten met een verslag. Tijdens onze opleiding ga je lekker met houtachtige materialen werken. Je gaat werkstukjes maken, je gaat verslagen maken, je gaat theorielessen krijgen, je leert schetsen, je leert constructies bedenken en uitwerken. Je leert tekeningen maken, je leert tekeningen lezen. En natuurlijk ga je ook op stage en daar ga je het bedrijfsleven ervaren en alle onderdelen die daarbij komen kijken. Voor deze opleiding heb je veel verschillende eigenschappen nodig, zoals doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid, passie voor hout hebben en je moet het natuurlijk leuk vinden om met hout te werken. Als je bij ons een opleiding wilt volgen binnen de hout- en meubelsector, dan heb je wel een paar eigenschappen nodig. Je moet nauwkeurig zijn, je moet het leuk vinden om met houtachtige materialen te werken, je moet praktisch bezig willen zijn. Natuurlijk zit er een gedeelte ook theorie aan vast, moet je interessant vinden en daarin kun je ook doorleren. En het lekker mooie meubels maken en interessante materialen leren kennen, daar moet je enthousiast van worden. In deze opleiding, hoe je het druk krijgt, ligt volkomen aan jezelf. Als je de tijd benut die je in school en in de lessen krijgt, heb je thuis zo min mogelijk huiswerk. Wel krijg je met stage je verslagen en je opdrachten mee, die je thuis of op school kan uitwerken.